Here we go! De vorige cup, de Twilight Cup, was helaas niet het toernooi geworden wat ik had gehoopt. Dus daarom heb ik voor het aankomende PvP toernooi, oftewel de Tempest Cup, veel geleerd. Allereerst is het leuk dat ik 1,2 miljoen Stardust op de bank heb staan. Maar omdat ik Pokémon Go speel puur voor het PvP en daarin het beste ooit te worden, is dat juist iets wat ik veel meer moet investeren in Pokémon die ik ga gebruiken voor PvP. Daarnaast moet ik ook zorgen dat mijn lead veel beter is in matchups. Want wat ik met Marowak had gezien, wat eigenlijk mijn go-to Pokémon was voor die cup, was dat ik maar weinig schade aan kon richten tegen Stuntanks, die meestal de leiding namen, maar neutrale schade op dan. Nou, en als dat het geval is, verlies je altijd, want ja, een Stuntank kan met Poison Jab meer schade doen dan ik met Astonish, waardoor ik altijd die matchup zou verliezen. Dus voor deze cup denk ik dat Mamoswine een hele belangrijke Pokémon gaat worden in die cup. Grond en ijs. Grond is effectief tegen 5 andere types en kan als enige electric Pokémon voor super effectieve schade aanrichten. En ijs is heel belangrijk voor Flying, maar ook voor andere grondtype Pokémon. En ja, die heel erg vaak in deze cup voor zullen komen. Plus het is een lastige Pokémon om te verslaan omdat hij gewoon zo sterk is. Dus ja, dat is zeker een Pokémon waar ik me op ga voorbereiden. En waar ik me ook een beetje voor ga counteren. Dat is ook meer de manier waarop ik denk ik mijn teams ga maken. Welke Pokémon verwacht ik dat vaak zullen worden gebracht en hoe ga ik mij daartegen weren? Dus daarom ben ik met de volgende Pokémon gekomen als hoofd-Pokémon. Die met 3 andere Pokémon of 2 andere Pokémon een core vormen. Waarmee ik hopelijk alle zwartes heb gedekt. Dan heb ik al een Whiscash ooit eens gepowered voor de Boulder Cup met de volgende moveset. Maar ik wil nu graag een Whiscash met een water moveset. En ga ik er alsnog gewoon een power-uppen. Vind ik leuk. Ik kan ook gewoon TM's geven, maar ja, daar is wat minder van. Dus dan doe ik liever een andere power-uppen. Dus ja, die gaan we eerst even power-uppen. Daarna een nieuwe aanval geven. Ik zie je zo. En dat was inderdaad de andere reden waarom ik toch nog een extra Whiscash wilde power-uppen. Deze komt namelijk dichter in de buurt van de 1500 CP dan die vorige. Dus dat is mooi. Die van 1478 was dat. Wel grappig is ook trouwens dat ik voor dit toernooi, de optie, elke teammember ook een vervanger heb. Dus ik ga denk ik meerdere Pokémon power-up in deze video. Maar goed, zoals beloofd ook nog een nieuwe aanval. Ik wil daarvoor Mudbomb hebben als extra aanval. Dus laten we even kijken of dat die krijgen. Die krijgen we ook meteen. Dat is mooi, want dat scheelt weer een TM die ik ook nog goed kan gebruiken. Dus ja, dit wordt in ieder geval keuze nummer 1 als counter eigenlijk voor Mamoswine voornamelijk. Maar ook omdat hij maar 1 zwarte heeft, dat is namelijk gras. En om die zwarte te dekken, is mijn volgende Pokémon een Charizard. Helaas heb ik geen Charizard onder de 1500 CP met Blast Burn. Dat was helemaal geweldig geweest. Maar daar heb ik wel een andere optie voor. Allereerst ga ik een nieuwe move kopen. Gelukkig is dat bij starters maar 10.000 starters. Dus dat vind ik zo weinig. En daar ben ik zo'n fan van. Ik raad dat echt aan. Dus ja, dan hoop ik dat hij namelijk Dragon Claw krijgt. Hij krijgt Overheat, maar dat maakt niet uit. Daarom heb ik hem als eerst een nieuwe aanval geleerd voordat ik dus items ga gebruiken. Want ik wil namelijk Dragon Claw met Overheat dan. Even kijken, dan wil ik inderdaad Overheat blijven houden. Dus dan moet Fire Blast wegdoen. Dan krijgt hij naar Dragon Claw. Want ik wil... Oké, er staat Dragon Claw met een rode bar erachter. Maar goed, ik verwacht namelijk dat Bomberstow ook een hele belangrijke Pokémon gaat worden als counter voor Whiscashes, Marstoms, Quagsires, etc. Dat dat de enige gras-Pokémon is volgens mij die in deze cup mee mag doen. Oh nee, Torterra ook nog. Maar goed, daar is deze Pokémon dus geweldig voor, Charizard. Oppassen voor Torterra, want die kan van mij ook Stone Edge leren. Maar goed, met Dragonclaw kan ik dan zorgen dat ik eerst door de schilden heen blaas. En vervolgens met Overheat kan ik het 1 keer afmaken. Dus dat is een beetje mijn tactiek voor mijn Charizard. Maar ja, moet hij wel rond de 1500 CP zitten. Dus laten we dat nu doen. En zoals je kunt zien gaat bij de volgende power-up Charizard over de 1500 CP heen. En dat moeten we niet hebben. Dus ja, leuk verhaaltje nog over deze Charizard. Ik heb hem echt vlak voordat het Community Day Recap van 2018 werd aangekondigd geëvalueerd. Ik wist er nog niet dat er een recap zou aankomen. Anders had ik gewoon alsnog naast mijn 100% IV Charizard met Blastburn een 98% IV Charizard met Blastburn gehad. Dus daar baal ik nog steeds van en daarom heb ik me echt voorgenomen starters alleen maar te evalueren tijdens Community Days. Om dat soort dingen te voorkomen.
Voor optie nummer 3 heb ik gekozen voor een Magneton, omdat ik ook verwacht dat Skarmory weer een hele belangrijke en grote Pokémon gaat worden in dit toernooi. En Magneton is daar dus perfect voor. Ik zit erg te twijfelen tussen mijn Lucky Magneton en mijn 93% IV Magneton, omdat die 93% IV al de beste moveset heeft. Dus ja, dat zou zonde zijn qua TM's. Dus ik denk toch dat ik voor deze ga. Ik ga hem wel een nieuwe attack geven, want ik wil namelijk Magnet Bomb er ook nog voor om weer door schilden heen te blazen. Omdat Magnet Bomb namelijk een 3 bar charge move is. Ik krijg Flash Cannon, dus ja, dat is dan jammer. Dus we moeten even een TM gebruiken. Even kijken, die wil ik dan weg hebben voor Magnet Bomb, inderdaad 70. Want ja, daar kan je eerst inderdaad door alle schilden heen blazen hopelijk. En dan als laatste het afronden met Zap Cannon. Plus, staal is natuurlijk ook effectief tegen ijs, dus dat is wel handig tegen ijs-Pokémon. Wel apart dat bij de vorige Pokémon Charizard de CP rood werd als hij boven de 1500 ging. En nu groen. Ik zou haast willen zeggen, van mag je dan alsnog 10% boven de CP-limiet zitten? Maar ik weet haast wel zeker van niet, dus we gaan echt op nee klikken. 1475, niet al te veel starters gelukkig in hoeven te investeren. Ben ik er blij mee, want hij zat al op level 2500 volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, Spark, Zap Cannon, Magnet Bomb. De moveset die ik wil hebben voor mijn Magneton die ik wil gaan gebruiken. En ook weer onder het motto, if you can beat them, join them. Ga ik ook gewoon een Mamoswine toevoegen aan mijn team. Ook daarvoor heb ik weer andere opties, dus misschien dat ik daar nog op terugkom. Maar goed, voor nu ga ik het wel doen. Ook daarvoor wil ik denk ik mijn 91% IV power-uppen. Misschien dat ik ook nog een shiny ga doen. Ja, weer een beetje kijken van welke het dichtst bij de 1500 komt. Maar ook hiervoor wil ik een nieuw attack hebben. Ik ga ze denk ik eerst allebei power-uppen. Kijk daarna welke het dichtst bij de 1500 komt en welke dus een extra move ga geven. Hey, door een star dus besparen, hoop ik. Dat is wel een heel krap verschil. En omdat 87% IV nou, misschien net 8 CP kan schelen, ga ik denk ik toch inderdaad mijn shiny ook nog power-uppen. Ik zat tijdens het power-uppen te denken van nou, dat gaat een beetje tegen mijn dingen in. Maar voor een shiny kan ik wel een uitzondering maken. En omdat hij ook nog goede IV's heeft, niet best helaas, waar ik naar op zoek ben. Is het inderdaad denk ik beter om alsnog ook deze te power-uppen. En gelukkig was dat inderdaad een goede keuze geweest, want mijn shiny wordt dus net, nou net, 30 CP hoger dan mijn 91% IV Mamoswine. Dus ja, blij mee, want dat betekent dat we ja, deze dus een extra move gaan geven. En dus ook in de PvP club gaan gebruiken. Leuk dat we dan een shiny kunnen gaan gebruiken. Dus ja, laten we gaan kijken wat die krijgt. Ik wil als extra move Ice Shard Avalanche Ancient Power, dus dan wil ik Avalanche hebben. Krijgt hij dat ook? Gaan we nu zien. Duurt dat even. Powder Snow, Stone Edge. Oké. Okay. Die wil ik dus niet helaas. Want ik heb dus al een steenaanval. En die is ook beter Ancient Power. Want die kan en stat boost krijgen. En ook ja, vaker af krijgen. Dus ja, Budos. is interessant. Kan handig zijn. Budos voor natuurlijk elektriciteit Pokémon. Maar ja, die kunnen mij toch niet effectief raken. Dus dan ga ik toch weer een Dinners gebruiken. Hopelijk krijgt hij even... Nou, dat wordt Charge TM nummer 3. Dat is dus jammer. Dankjewel, gelukkig. Oké. Okay. Het zou een beetje zonde zijn als dat natuurlijk vaker door zou gaan. Maar goed, dat is dus mijn derde teammember. Leuk dat het nu ook een shiny kan zijn. Dat hij toch nog kan gebruiken. En dat hij dus ja, haast perfect tegen de 1500 aan zit. Scheelt niet veel, 7 CP. Vraag me niet wat er met de laatste twee Pokémon zijn gebeurd qua opnames. Want helaas kan ik die niet meer vinden. Maar goed, de vijfde Pokémon die ik daarna heb gepower-upped was deze Mantine voor mijn oorspronkelijke team. Die ik dus uiteindelijk helemaal niet heb gebruikt, dat team. Maar die had ik Bubble, Ice Beam en Waterpuls gegeven. Dus en ten eerste behoorlijk moeten power-uppen. En ten tweede ook nog een extra move moeten geven van 75.000 Stardust. En uiteindelijk niet gebruikt. Maar goed, was wel de Pokémon die ik in mijn oorspronkelijke team had. En de zesde en laatste Pokémon, dat was deze Raichu van 1491 CP. Voornamelijk voor zijn moveset en zijn type. Om dus ook als extra counter te ja, fungeren voor een Skarmory. Spark, Brick Break en Thunder Punch. Zoals je kunt zien, een charge move die erg weinig energie kostte om af te krijgen. Dus daarom leek mij dat wel een
Geweldige Pokémon. Maar uiteindelijk ben ik toch blij dat ik het allemaal niet heb gebruikt. Want dit is het team dat ik wel heb gebruikt in de Tempest Cup. En waar ik uiteindelijk eerste mee ben geworden. Dus laten we daar nu naar gaan kijken. Vergeet op dit moment alles wat ik je in de afgelopen weet ik het hoeveel minuten heb laten zien. Want na het power-uppen van deze Raichu voerde mijn team nog steeds niet goed aan. Omdat ik hem op dezelfde manier had gebouwd als mijn Twilight Cup team. En jullie weten misschien allemaal wel hoe dat is afgelopen. En toen schoot me opeens een idee binnen van een video die ik al eerder had gemaakt vlak nadat PvP is geïntroduceerd in Pokémon Go. En dat was namelijk een TDO ranking, oftewel list. Nou, en daaruit kwam uit dat voor pure elektrische Pokémon een Minun beter is dan een Raichu, omdat hij een hogere TDO heeft. Oftewel Total Damage Output. En dat is denk ik ook een heel belangrijk onderdeel in PvP. Want dat betekent namelijk dat een Minun meer schade kan aanrichten in de tijd dat hij in het veld staat. Omdat hij dus langer in het veld kan blijven staan. En dat heeft te maken omdat Minun wat verdedigender en wat meer HP heeft dan een Raichu. Zoals je net al zag, Raichu had volgens mij 111 HP als ik het goed me herinner. En Minun heeft 129 HP. Dus het zijn alweer 18 hitpoints of HP punten die de tegenstander weg moet halen. Nou, en toen die TDO mij dus weer te binnen schoot, heb ik, zoals je hier kunt zien, heel mijn team omgegooid en vanaf het begin eigenlijk opgebouwd. Ik heb gekeken naar wat is nou de Pokémon met de hoogste TDO die je in de Tempest Cup kan gebruiken en die ik ook heb. Volgens mij is Tropius de allereerste. Nou, die heb ik niet, dus die valt al af. Dan heb je volgens mij Dragonite met Dragon Breath en Dragon Claw. Nou, die heb ik wel, maar niet onder de 1500 CP. En toen kwam Altaria naar voren. Nou, gelukkig is deze van mij ook nog op 1498 CP uitgekomen. Dus dat is haast perfect. Maar dat heeft terzijde. En op basis daarvan, van die Altaria dus, ben ik mijn team gaan bouwen. En daarvoor heb ik een kite ook van de Gamepress gebruikt. Die zal ik wel op je scherm laten zien. En heb ik dus gekeken, wat zijn nou grote gevaren tegen Altaria? Nou, dan heb je er twee. Dat zijn namelijk Cilio en Lapras. Lapras is waarschijnlijk de belangrijkste. Toen heb ik dus getekend, nou, welke Pokémon kan die dan weer verslaan? Zodat ik Altaria natuurlijk kan inzetten. Mocht iemand dan Lapras of Cilio in gaan zetten tegen mij, dan ik snel naar die andere Pokémon switchen die dan Lapras of Cilio weer verslaat. Nou, dan ben ik uitgekomen op Magneton. Omdat Ninetales, bijvoorbeeld Alolan Ninetales, ook nog een gevaar is voor Altaria. En daar is Magneton ook sterk tegen. Datzelfde geldt voor steen-Pokémon, zoals bijvoorbeeld Alolan Graveler. Nou, ook daar is Magneton dan redelijk goed tegen. Dus met Magneton had ik wel alle opties gedekt, omdat je ook Lantern kon kiezen. Maar daar komen we zo meteen nog op. En toen ben ik uitgegaan van een core. En daarmee bedoel ik dat ik eigenlijk twee teams van drie heb gemaakt. Zoals je weet mag je natuurlijk 6 Pokémon meenemen, maar je mag er maar 3 gebruiken in het gevecht. En die core hebben we dus afgemaakt, mijn eerste core met Whiscash. Die heeft natuurlijk maar 1 zwarte, dat is gras. Nou, en daar heb ik natuurlijk Altaria voor. Dus dan heb je zeg maar een mooi cirkeltje rond. Nou, en zo ben ik ook mijn tweede team gaan bouwen. Die heb ik dan weer gebaseerd op Abomasnow. Omdat Abomasnow misschien wel met Tropius de beste Pokémon is in deze cup. Omdat de Razorleaf zo sterk is. Daar heb ik ook heel veel video's over getekend, heel veel informatie over opgezocht. Dus kan je ook zeker voor de volgende keer doen. Wat zijn nou eigenlijk de sterkste Pokémon in deze cup? Nou, Abomasnow was er dus één van. Dus ik had een Abomasnow. Toevallig ook nog haast perfect kunnen power-uppen. 1497 CP. Dus ben ik er heel blij mee. Mijn twee belangrijkste Pokémon, Altaria en Abomasnow, zijn dus haast perfect. Nou, toen heb ik weer hetzelfde gedaan. Wat is nou sterren tegen Abomasnow? Nou, Altaria zelf, Charizard en Skarmory in deze cup bijvoorbeeld. Wie is daar dan weer goed tegen? Nou, dat is Lantern. En dan had ik voor mij nog 1 zwarte over en dat was Altaria zelf. En toen kwam er dus op Alolan Graveler uit. Want die kan dus met Rock Throw en Rock Blast super effectieve schade doen tegen Altaria. Terwijl Altaria afhankelijk van de moveset neutrale of niet very effective schade kan aanrichten. Dus zo ben ik dus mijn team op gaan bouwen voor deze cup. En ik denk dat dat beter is dan hoe ik het de vorige keer heb gedaan bij de Twilight Cup. Maar daar kunnen we maar op een manier achterkomen. Ik raad het dan ook zeker aan om voor jullie team ook te baseren op TDO. En vanuit daar dus te kijken van wat is nou, welke Pokémon zorgt dan, is een goede aanvulling op mijn hoofdrolspeler.
In mijn geval dus Altaria en de Bombasnow. En ja, ja, je Pokémon of je team eigenlijk te baseren op Tidio. Dus ja, dat even heel kort. Ik zal het ook niet al te lang meer door gaan lullen. Maar ja, dit is nou denk ik wel de reden waarom ik Pokémon speel voor deze PvP. Om dat soort dingen echt helemaal uit te pluizen en het perfecte team te bouwen. En die Tidio-lijst is daar een heel handig hulpmiddel voor. Nou, dat vond ik maar afsluiten. Ik heb genoeg gekletst. Hopelijk wordt dit natuurlijk een geweldig toernooi. Maar ik heb er heel veel goede vertrouwen in. Omdat we natuurlijk die Altaria en het Bombasnow heel erg goed hebben kunnen power-uppen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, voor nu. Hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie je graag bij de volgende video. Waarin we hopelijk wraak nemen op Team Tactical.